allemaal. Leuk jullie weer te zien. Nou. Ik heb weer een shoplog. Ik heb een shoplog. En een opgemaakt filmpje. Favoriete. Nou ja, favoriete make-up die ik gebruikt heb. Verzorging, kasten. Maar ik ga eerst met een grote shoplog beginnen. Waar zou ik beginnen? Waar zijn we als eerste binnen geweest? Guilty. Ik ga gewoon even kijken. Zag ik leuk. Ja, ja, goed. Dat denk ik, nou, dat ga ik wel dragen. In ieder geval. Dit setje. Vond het wel leuk, grappig. Pas wel bij deze haar lengte. Dus die. 4 euro. En ik vond het zo gaaf. Ik kon hem niet laten hangen. €4. Ik ben heel netjes geweest vandaag, moet ik zeggen. En deze. Van Porto. Heel hierbij. Bij deze blouse. Ik zweer het je. Die was ook €4. Dus ik was bij Primark €15 kwijt. Niet voor die, ik heb nog wat. En 2 keer 1,50, want ik vind het onwijs fijn wat je voor je hele gezicht schoon te maken. En ze hebben ze niet altijd, dus ik heb ze meegenomen. Ik had gewoon nodig. Nu met je kleintjes bezig, maar ik vind het niet zo. Trekpleister. Ik denk nog wel eens lekker. Snackerjacks. Deze. Dag. 1 of 2, maar ik heb daar 1 meegenomen. Dus, of toen was lekker s'avonds een beetje trek krijgt. Die was 99 cent. Van die en 2 van die en dan gingen er nog 50 punten per pakje, dus ik had korting aan 1,09 €, had ik aan korting. En ik heb droogshampoo meegenomen.
Dit keer Fresh Refresh. Voor donker haar. 3 in 1 volume Fresh en Refresh. Oh, zo. Eigenlijk. Zo. Die heb ik meegenomen. Die was... €5,79. Hé, zoveel gebruik ik het niet. En mijn poeder was op. Mijn poeder. Pro shampoo. Deze meegenomen. Een of andere manier heb André Lon die van kort haar weggehaald. Ik weet het niet. Dus ik heb deze genomen. 2. Plus 2 conditioner. Heb ik meegenomen. Dus daar had ik korting 2 plus 2 diverse merk €7,58. Dus ik heb maar voor. Deze 2 betaald, deze 2 gratis. Top toch? En ik moest shampoo hebben. En dat was het kruidvat. Action. Ik ging voor de action. Dan moesten we ook een paar dingen hebben. Ik moest in ieder geval mesjes hebben. Perfect. Ik gebruik het altijd. En top zijn ze. Dus die had ik weer nodig. Aluminiumfolie hebben we meegenomen. Die was, even kijken, mesjes waren €5,95 en de aluminiumfolie was €0,99. Die hadden we ook nodig, is €0,89. Voor de wasmachine. Dus het zijn 2 stuks voor €1,64. En Connie had weer gebaksbordjes laten vallen, cakebordjes of wat dan ook. Dus ik heb er maar 2 meegenomen. Hier ben ik zo fan van. Echt waar. Dan hebben ze ook nog ontbijtborden en die grote dinerborden. Ik vind ze zo leuk. Echt waar. Is echt zo... Connie. Ik kan er niets aan doen. Connie is gek op glaswerk. En die waren €0,58. Ben ik ook even bij de toeklas geweest. Daar had ik van die bonnen gekregen. En daar heb ik een luchtje. Een verzorgingje geloof ik. Ja. Nog een luchtje en ik had nog wat gekregen. Nog 2. Die had ik gekregen. En die van de bon. Deze. Even daar gaan. Oeh, ruikt lekker. Ik
deze. En deze. Dat is die. En die waren aan het uitdelen. Dus die ga ik proberen. Ik heb alleen ondertandjes nog. Sorry, ik heb hem al gebruikt. Ik kan er niets aan doen, ik kon er niet wachten. Zo leuk, ik heb hem nu ook op. Zo top, ik had gekeken bij ons of we ze hem nog hadden. In de kruidvat? Nee, want ik wil graag een backup hebben. Ik wil echt graag een backup hebben. Kijk. Pas hem al hierbij. En die broek heb ik aan. Dus blij mee. Dat was mijn shoplog. Nou, doe een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En is heel gratis. Ik zou het ontzettend leuk vinden. Ik ben benieuwd wat jullie de laatste maanden gekocht hebben. En abonneer op mijn kanaal. Dat zou ik zo leuk vinden. Echt waar. Volgende keer.